Dit is de ravage van bananenwafels. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Het is nu 6:30. Meteen beginnen met mijn ontbijt. Cornflakes en een yoghurtje gewoon. Omdat ik geen tijd heb om havermoutwafels te maken. Ik word echt wel lekker. Ik ga die misschien morgen of overmorgen opnieuw maken. En nu zit ik in mijn berging. Omdat ik nog eten moet halen uit de diepvries voor vanavond. Boontjes. Vegetarische balletjes. Dat was dat ideaal met mijn champignonsaus die ik nog heb. Ik heb alles in mijn rugzak gestoken wat ik nodig heb voor eten vandaag. Nu ga ik mijn schoenen aandoen en dan ga ik ontbijten. En na mijn ontbijt ga ik beginnen met mijn Miracle Morning. Om te zien hoeveel tijd ik nog heb. Ik probeer trouwens een knoopje terug toe te krijgen ondertussen. Je zit nu op stemtijd staat, kan ik nog altijd niet op geen enkele app, want ik heb ze gesloten. Tot 8 uur. Het heeft zo vroren vannacht. Nu nog een beetje sneeuw. Maar dat ga ik op reis hopelijk wel ergens tegenkomen in Europa. Hallo, het is 4:45 en ik kreeg echt mijn klopje opeens. Ik kwam binnen. Ik voelde mij echt opeens, ik weet niet hoe. Ik heb mijn sauvage aanleggen, want het is hier lekker koud. De radiator op het werk werkte niet. De radiator op het werk werkte niet. Dus daar was het ook niet zo heel erg warm. Nu ga ik vlog editen, want mijn vlog moet vanavond online komen en ik heb geen geëdit op dit moment. Ik heb echt honger, want ik heb geen verhurtje gegeten, dus dat ga ik niet doen. Het is namelijk iets te druk op het werk om een verhurtje te eten. Net wafeltjes gebakken. Ze zijn volledig vegan en gezond met havermout en zo en banaan. Morgen ga ik ze proeven. Het is trouwens een ander script dan dat ik de vorige keer heb gebruikt. Nu ben ik aan het kijken naar Sam en Kat. Love it. Ik hou echt evenveel van, misschien wel nog meer. Van Nickelodeon series dan van Disney Channel series. Oh, het is nu 9:15 en net zoals elke avond heb ik net kastanjes gepoft en thuis gekeken. En nu ga ik mijn cadeautje uithalen voor vandaag. Dag 11. Ik voel altijd om te weten wat dat er is, maar soms weet ik het echt gewoon niet. Dit kan zoveel dingen zijn. Ah, en chocoprins. Die ga ik morgen opeten. Ik heb gevraagd aan mijn zus om iets mee te nemen die nog bij mijn mama lag, namelijk dit. Ding. Echt een ding voor oude vrijsters. Of voor mensen met heel erg koude voeten in de winter. En zo iemand ben ik. Mijn wafeltjes zijn trouwens afgekoeld. Dus die ga ik nu toedoen. En dan is minstens één zo'n wafeltje morgen mijn ontbijt.
Nu ga ik water opzetten. Voor mijn kruikje. Dit is de ravage van bananenwafels. Besef trouwens net dat ik vandaag eigenlijk mijn gsm nog helemaal niet heb gebruikt. Of toch nog niet. Of misschien 5 seconden, maar alles is niet langer. Tijd om me om te kleden. Ik heb vandaag ook een afspraak gemaakt bij de tandarts. Bij de kapster. Dus ik ga woensdag mijn haar veranderen. Ik weet nog niet hoe of wat, maar ik ga haar vragen wat dat er best past bij mij. Dit is al goed aan het koken. Deze ga ik zetten in de frigo, want ik heb hem al graag een klein beetje fris. Kijk je! Lekker warm. Hi. Het is bijna 11 uur. En ik kon gewoon niet anders dan dit fantastische boek uitlezen. Het is het boek Storm van Lucinda Riley die nu over mijn gezicht rolt. En als ik zou moeten denken wat dat het beste verhaal was, dat van Maya of Ali, zou ik het echt niet kunnen vertellen. Ze zijn allebei echt gewoon fantastisch goed. En het is inderdaad zo dat je ze niet in volgorde hoeft te lezen. Toch vind ik het wel leuk om ze in volgorde te lezen. Omdat ja, ze zo uitgekomen zijn. En dat maakt het logisch. Maar stel dat je nu zou willen beginnen met de 7 zussen serie. Is het misschien wel handiger om later te beginnen in de serie. Afhankelijk van wat dat er uitgeleend is in je bibliotheek. Er is heel veel last van velletjes. En zo, echt irritant. Maar ja, je zou dus perfect het boek kunnen lezen die momenteel beschikbaar is in je bibliotheek. Of de serie met een vriendin kopen en dan afwisselend een boek lezen. Dat jij begint aan het zesde boek en zij aan het eerste. Het zijn wel 7 boeken, of ik weet niet of dat er al 7 uit zijn, maar er komen er 7. Zou misschien wel niet beginnen aan het laatste verhaal, want ik weet niet of dat je dag kan lezen zonder dat je de andere 6 hebt gelezen. Maar de andere 6 mag je eigenlijk in een willekeurige volgorde lezen, want die starten op hetzelfde moment. Zo. Klap wel.